herkent u hem al? Carlo Guzzi. We zijn terug in Mandello de Lario. Home of Moto Guzzi. We zijn hier natuurlijk al een keer eerder geweest voor een item in het museum. Waar we echt de prachtigste motorfiets hebben gezien die deze man heeft ontworpen en gemaakt. Maar we zijn weer terug, want toen konden we niet in de fabriek. Mocht niet vanwege arbeiders en dergelijke die niet in beeld mochten. Maar tijdens de open dag, die jaarlijks wordt gehouden hier in Mandello, mag je wel naar binnen. Dus we gaan een kijkje nemen in de fabriek hoe ze eigenlijk anno 2017 de motorfietsen produceren. Daar ben jij ook wel benieuwd naar, denk ik. Maar niet voor we een tussenstop gemaakt hebben in deze kleine smederij in het centrum van Mandello de Lario. Hier hielp de plaatselijke smid Giorgio Ripamonti de heren Guzzi en Parodi met het bouwen van hun allereerste prototype in 1919. We grijpen even terug naar een eerder item dat we in het museum van Moto Guzzi hebben gedraaid. Want dit is hem, om het geheugen even op te frissen. De GP uit 1919. Een 500cc 1-cilinder met 12 pk die bijna 100 km per uur reed. Wat voor die tijd behoorlijk snel was. De werkplaats van Ripamonti is nog helemaal intact en ingericht met de oorspronkelijke materialen. Mocht je een keer in de buurt van Mandello de Lario zijn, is deze werkplaats zeker de moeite waard om te bezoeken. Goed, we gaan door naar het huidige fabrieksterrein, waar het tijdens de open dagen van Moto Guzzi behoorlijk druk, maar zeker gezellig is. De fans komen uit alle landen hierheen om hun merk een warm hart toe te dragen. Er is in ieder geval genoeg te doen, want alle poorten staan wijd open voor de bezoekers. En naast uiteraard de leuke showcases van gecustomized Guzzi's zijn het museum, de assemblage en de motorassemblage allemaal toegankelijk voor het publiek. En bij die laatste gaan wij beginnen, de engine plant, oftewel het assembleren van de motorblokken. Een van de hoofdredenen voor ons bezoek aan de Moto Guzzi fabriek. En terwijl de bezoekers even achter het lijntje moeten blijven staan, zijn wij zo brutaal dichter bij de productielijn te komen. Moto Guzzi is sinds 2004 onderdeel van de Piaggio Groep. Deze groep heeft een gigantisch fabrieksterrein in Pontedera, waar onder andere voor Aprilia en Moto Guzzi de motorblokonderdelen gemaakt worden. Dus het originele frees- en draaiwerk vindt niet meer in Mandello plaats. Wel vindt van oudsher hier de assemblage van de blokken plaats. Dus we kunnen nog wel zeggen dat de motoren compleet gebouwd worden in het pittoreske Mandello de Lario. En als ze dan geassembleerd zijn, dan worden ze in deze cabines aan een eerste test onderworpen. De open dagen werden dit jaar met 15.000 bezoekers goed bezocht. Het was ook een feest voor jong en oud, waar je naast het bezoeken van de productielijnen ook kon proefrijden op diverse Moto Guzzi's. Met als stralende sterren de Moto Guzzi V7 en V9's. Tijd om naar de motorassemblage te gaan kijken. Die vindt plaats in dit gebouw met adembenemende achtergrond. In de assembly hall vinden we een gedeelte voor de onderdelenaanvoer en twee assemblagelijnen, waar Moto Guzzi afhankelijk van het seizoen en het model 20 tot 60 motorfietsen kan produceren. Het gebeurt nog steeds met de hand. En zoals we in de meeste motorfabrieken zien, start de assemblage met het motorblok, waar stap voor stap de motorfiets omheen gebouwd wordt. Alle materialen worden dus aangevoerd hier in Mandello. Het motorblok wordt zoals we net hebben gezien in een andere hal geassembleerd, waarna het naar deze assembly hall wordt gebracht. Alle overige onderdelen komen ook binnen en worden klaargezet al naar gelang welk model geproduceerd wordt. In dit geval de Audace. En als de motorfiets dan uiteindelijk in elkaar zit, is het tijd voor de eindcontrole. De motorfiets wordt meerdere keren gestart en alle functionaliteiten worden getest. Licht, toeter, richtingaanwijzers, noem het maar op. Uiteraard wordt er ook gekeken en geluisterd naar het motorblok en de aandrijflijn. Is de motorfiets helemaal goed, dan kan hij het krat in en uiteindelijk naar de dealer. Wil je de fabriek en het Moto Guzzi Museum een keer met eigen ogen zien? Het Moto Guzzi Open House is een jaarlijks evenement, dus volgend jaar einde zomer is je kans.